Het enige wat ik me dan voorhoud of vast, maar ik doe het nu niet meer. Ik doe het nu anders, weet je. En het is alleen maar nu. Dat geldt voor jou ook. En dan ging ik gewoon vaak op verkeerde plekken, op rare plekken ook, oud. Ik moest constant denken van hoe ga ik het meenemen. Dan deed ik het in lenzen doosjes of zo. En dat is gewoon echt... Alleen, mijn leven draaide eigenlijk alleen nog maar om die GHB. Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm. Fijn dat je kijkt en luistert. Vandaag is mijn gast Joy. Welkom Joy. Dankjewel. Fijn dankjewel. Dat je er bent. Ja. En ik heb je speciaal uitgenodigd omdat er steeds meer jonge mensen, wat ik al een hele tijd natuurlijk zie, afgelopen jaren in aanraking komen met drugs, designer drugs. Nou, dat verhaal ken jij ook en dat heb je allemaal zelf beleefd. Dus ik vind het heel moedig. En stoer van je dat je er vandaag bent om daarover te gaan praten. Dankjewel. Ja, nou, we hebben elkaar al even kort gesproken over de telefoon. En je hebt echt wel een heftige weg al afgelegd. Ja. En een van de vragen, hè, want je zit nu bij me en je zit hier, je bent clean en in herstel. Een van de vragen is misschien wel gelijk ook een van de lastigste. Maar wat was het jouw dieptepunt waarop je echt dacht van... nou, nu moet het echt heel anders. Dit is echt de laatste keer. Mijn dieptepunt? Dat is... zijn er wel veel, maar echt dat ik echt dacht van dit kan niet meer. Dat is wel toen ik een overdosis GHB had genomen per ongeluk. Had ik een slok uit de fles genomen met pure GHB. Terwijl ik was niet nuchter, dus ik nam gewoon die slok. En toen, dat ging natuurlijk compleet fout. En heeft mijn vader me gevonden. Helemaal buiten Westen. En werd ik wakker na comateuze toestanden op de intensive care. Oké. Ja, toen dacht ik, dieper dan dit ga ik niet kunnen zinken, want dat is me dood. Dat was echt het diepste van het diepste, ja. Ja, en je was natuurlijk ook niet bij bewustzijn, want je bent gewoon helemaal oud gegaan. Ja. Ja, en je was op dat moment al onder invloed van iets anders. Ja, van GHB zelf. Ja. Dat was gewoon dagelijks. Ja. Ja. Dus dat gebruikt je al en nog andere middelen. En als we... Nou, terug, hoe oud ben je nu? Ik ben nu net 27. 27, dus nou, dat is zeker in vergelijking tot mij nog heel erg jong. Ja. En weet je, nou zijn natuurlijk steeds meer jonge mensen, zo begon ik eigenlijk al, die hiermee in aanraking komen met echt wel serieuze middelen. Het zijn gewoon harddrugs. En als we nou... teruggaan in de geschiedenis, hoe is dat bij jou gebeurd gekomen? Wanneer voor het eerst ben je aangekomen met dit soort middelen? Ik denk dat ik toen een jaar of 15 was, dat ik voor het eerst ecstasy zag. Toen dacht ik, oh, nou, wil ik ook een keer proberen. Mm-hmm. Ik ben van mezelf wel iemand die gewoon dingen wil ervaren en proberen. Nou, dat begon toen bij een pilletje en dat was toen de tijd heel leuk. Ja. En, het gebeurde heel veel om me heen, dus het was gewoon ook een soort van normaal in mijn ogen. Dat ik dacht van, nou, ja, dat kan wel. Dus ja, 15 denk ik zoiets, dat wel mijn eerste keer harddrugs was. En dat was, nou, je zegt leuk, of dat was gewoon een ervaring die goed beviel, zeg maar, zonder problemen? Of... Ja, maar dat werd uiteindelijk al gauw wel elk weekend, hoor. Oké. Dat het zo normaal was in mijn ogen. En normaal in jouw ogen of ook in jouw vriendengroep, zeg maar, waar je mee was? Ook in mijn vriendengroep, ja. Ik kwam uit de vriendengroep en het was gewoon normaal om af en toe een drankje te doen in het weekend. En daarna werd het echt, dat ik een beetje naar een andere vriendengroep ging, ook denk ik, uiteindelijk om die spanning van drugs en alles mee te willen maken. En dan zat ik daarin. En dan was het gewoon heel normaal om elk weekend gewoon veel te gebruiken. Echt wel te gebruiken. Ja. Maar dan ben je 15, hè, dus ben je nog echt jong. Nou, en dan... En is er een moment gekomen dat je dat zeg maar, dat je dacht van nou, misschien is dit wel wat veel. Of hè, dat je gaat realiseren, is dat nou normaal dat ik elk weekend gewoon harddrugs gebruik? Ja, dat is uiteindelijk wel gekomen dat ik echt gewoon van vrijdag tot zaterdag gebruikte. En dan uiteindelijk ging ik ook nog gewoon naar school. Ik had gewoon mijn opleiding. En ja, dan was ik gewoon van maandag tot... Laten we zeggen, donderdag was ik eigenlijk gewoon totaal niet mezelf. Want ik moest mijn hele lichaam, mijn geest, dat moest natuurlijk herstellen van het weekend. Toen dacht ik wel, ja, er lijdt wel veel onder. Maar echt verder daar wat mee doen, nee, dat deed ik niet. Want ik leefde echt naar het weekend toe. Ja.
En wat jij zegt, hè, dat doen dus heel veel mensen. En ik denk heel veel jongeren die zichzelf absoluut niet als verslaafd zien. Maar wel door de effecten van zo'n weekend echt wel flink allerlei dingen gebruiken. Ook wel toch, dat ga je maandag, dinsdag, woensdag en donderdag ook nog wel merken. Hè? En dan op een gegeven moment ben je weer een beetje jezelf aan. Dan begin je weer. Begin je weer opnieuw, ja. Zeker, dat was echt het verhaal, ja. En hoeveel jaar heb je dat zeg maar gedaan totdat, nou ja, nog meer werd of anders werd? Ik denk tot mijn 20ste ongeveer, dat het gewoon elk weekend was. En af en toe ook wel door de week. En echt dat het escaleerde was op mijn 21ste, zoiets. Toen ik in een niet hele fijne relatie zat. Toen ben ik het echt op dagelijkse basis gaan gebruiken. Ja. En want je had het over ecstasy, maar gebruikte toen nog andere dingen. Je had het over het GHB in het begin. Ja, het begon dan met ecstasy en daarna kwam speed erbij kijken. Ik ging ook heel veel naar hardcore feestjes. Mm. En in die scene is dat gebeurt zeer wat. Aanwezig. Ja. Dus dat was op het begin gewoon ecstasy, speed. En daarna dacht ik, oh nou, laat ik eens even wat anders proberen. En ik zag andere dingen. Ja, daar werd ik nieuwsgierig naar. Mm-hmm. Dus toen begon ik ook met ketamine gebruiken. En toen dacht ik zo, dit is wat voor mij. Ja? Ja. Maar wat deed het dan voor je dat je echt dacht van, nou, dit is echt, zo wil ik me vaker voelen? Ja, ik kan heel erg chaotisch zijn in mijn hoofd. En echt alle kanten opdenken en... Ja. Ja, dat legt het eventjes plat. En hoeveel ik gebruikte, ja, dan kwam ik gewoon eventjes in een andere wereld. En kon ik heel even, gewoon even een soort van ademen. Adempauze of zo. Zo voelde het in ieder geval voor mij. Dus het was druk in je hoofd, zeg maar. En dat hoor je natuurlijk bij heel veel mensen. Dat herken ik zelf ook wel. Ik heb ADD plus nog wat andere dingen, denk ik. En onderliggende depressie vroeger ook. En als ik wat gebruikte, dan was dat even... Nou, dan was daar een soort rust in tijdelijk dan. Ja, maar, tijdelijk, ja. Ja. Ja, had jij dan ook iets van ADD of zonder dat je dat wist? Of? Ik heb ADHD. Daar ben ik toen ik. Dat is best wel vroeg geconstateerd bij me toen ik 6, 7 was. In groep 3 in ieder geval. Toen ging ik ook naar speciaal basisonderwijs. Ja. Dus ja, dat wist ik al wel gewoon heel lang dat ik ADHD had. Maar ik kreeg er ook Ritalin voor. Maar verder had ik daar niet heel veel last van, dacht ik. Nee, en... Nou ja, goed, je weet ook verder niet wat je er waarschijnlijk mee moet doen. En je omgeving ook niet. Nee. En als we gaan gewoon überhaupt iets over jou, waar je vandaan komt. Hè? Je ouders hebben natuurlijk, want als je 15 bent, dan woon je nog thuis, neem ik aan. Ja. Merkten jouw ouders dat jij gebruikt in de weekenden? Uiteindelijk wel. Ja, uiteindelijk had mijn moeder ook wat gevonden in mijn tas. Mm-hmm. Ze was op zoek naar sigaretten en toen vond ze wat anders. Ja, en daar kon ik me niet meer onderuit praten. Ja. Zei ik, ja, mam, ik gebruik gewoon af en toe in het weekend. Maar niet zeggen dat dat elk weekend was. Nee. En wat zei ze toen? Wat was haar reactie? Ik heb het heel erg in mijn moeders hoofd als ook normaal. Van ja, mam, het hoort gewoon bij deze tijd. En vroeger was dat denk ik niet zo, maar nu wel. En ik heb het gewoon in de hand. Ja. Dus ja, mijn ouders die vonden het natuurlijk echt niet leuk. Mm-hmm. Maar... Ja, een soort ergens ook een beetje manipuleren, denk ik. Nou ja, ouders gedachten. Ja, je maakt het natuurlijk wat kleiner dan het is. Ja. Ja, ja, ja. Goed, maar dat begrijp ik ook wel. Dat zou ik ook doen. Dat deed ik ook vroeger. Ja. Maar misschien was het in jouw ogen ook wel zo, hè? Dat, ja, het is natuurlijk niet normaal, maar het is eigenlijk ook wel normaal. Het hoorde erbij, ja. Ja. Dat was ook echt wel in mijn hoofd. Ja. En overal heel veel mensen die ik sprak op mijn school, gewoon in mijn vrije tijd, buiten. Iedereen had wel een keer wat gebruikt. En als ik iemand hoorde van, nou, ik heb nog nooit gebruikt. Zo, nog nooit wat gebruikt. Dat was dan voor mij een beetje raar. Ja, zo bizar is het, hè? Ja. Ja, als je niet gebruikt, dan is dat aparter dan als je wel regelmatig wat gebruikt. Ja. Ja. Maar je moeder of je ouders waren niet van, hey, ik kappen ermee, wat ben je aan het doen, en of wel? Jawel. Wel? Die zeiden wel van, ja, doe het gewoon niet. Ja. Heb het gewoon op andere manieren leuk. Dus ik, ja. Maar ik luisterde daar natuurlijk niet naar. Nee. Ik heb sowieso wel een eigen wil. Sterke eigen wil. Ja. Dus nee, daar luisterde ik gewoon niet naar. En dan ging ik weer naar buiten. En we hingen ook altijd gewoon buiten eigenlijk op het begin. Dus ja, het was voor mij gewoon echt even losgaan in de weekenden. Ja. Maar op een verkeerde manier. Ja, nou ja, goed. Nee,
herkenbaar verhaal. En, maar je ouders waren dan, ja, weet je, dat is ook vaak. Ze weten ook niet wat ze nou echt ermee aan moeten. Nee. Je kunt natuurlijk wel zeggen, nee, kappen ermee, stoppen. En, maar ja, als je dat dan niet doet. En waren jullie, zijn jullie gezin, of misschien waren jullie gezin, die dan echt praten over gevoelens of diepere dingen? Ja, dat is bij ons altijd echt heel... Mooi. We kunnen over alles praten. Maar ik zelf over gevoelens, daar ben ik best wel gesloten in. Hm. Maar we kunnen wel echt alles bespreken. Oké, dus het lag ook meer eigenlijk bij jou. Dat jij niet echt een prater bent of wil praten. Ja. Ja. Ik hou vaak dingen, dan denk ik, ik los het zelf wel op. Of ik voel me nu zo, maar ja, dat hoef ik niet te bespreken. Want ik kan het zelf wel oplossen. Mm-hmm. Maar alles kan en mag besproken worden bij ons in de familie. Dus. Oh, dat is wel heel fijn. Maar goed, dat moet je ook leren. Hè? Praten, we leren alles, zeg ik altijd. In het leven, behalve hoe je eigenlijk moet leven. Ja. Praten, voelen, met moeilijkheden omgaan. Ja. Ja. En heb jij, was die vriendengroep ook een soort verbinding maken? Of had je altijd wel makkelijk vrienden, sociale contacten? Ik had wel makkelijk sociale contacten, ja. Oké, dus dat was geen ding voor jou dat je zegt, van als ik bij die mensen ben, dan kan ik me makkelijker... Nee, ik had ook wel andere mensen om me heen die dan minder vaak gebruikten. Maar het spannende was voor mij juist het gebruiken en... De gekkigheid, dus ja, daar trok ik al heel snel naartoe. Ja, ja, extremiteiten. Ja, ja, altijd even het randje opzoeken. Ja, nou ja, goed, in die hardcore feesten. Ik ben zelf nog... Ja, ik ben één keer in zoiets geweest. Ik denk dat het heeft 10 minuten geduurd. Toen dacht ik, word helemaal gek. Gillend gek. Ja. Ja. Nou, dat is niet echt iets voor mij. Nee. Maar was je dan niet... Had jij ook nog zoiets van... Nou ja, een pilletje. Hè? Ik bedoel, ik maak het nu kleiner. Maar goed, het zijn ook serieuze drugs. Dat kan nog wel, maar dit en dat kan niet. Had jij daar een soort van, ik maak een verschil in van wat wel niet kon? Of dacht je van, ik wil alles wel een keer proberen? Ik dacht, ik wil alles wel een keer proberen. Nou, uiteindelijk kwam die gedachte, maar eerst dacht ik wel van, als ik mensen aan de GHB zag, dacht ik, jeetje, wat heftig. Dat wil je toch niet gebruiken? Mm-hmm. En toen uiteindelijk zag ik dat gewoon steeds meer om me heen ook. En dacht ik, ja, waarom ook niet? Mm. Dus toen ging ik dat voor de eerste keer gebruiken. Dus met GHB... Ja, iedereen reageert er anders op. Maar je hebt mensen die trekken zo al hun kleding uit en worden helemaal wauws. En dan dacht ik, ja, waarom zou je dat willen gebruiken? Ja. Maar dat is uiteindelijk, dacht ik, ja, ik wil het toch wel een keer gebruiken. Mm-hmm. Ja. Dus gewoon toch eigenlijk steeds verder uitproberen van allerlei middelen. Ja. Ja. En ketamine, hè, kwam je dat vooral dan eigenlijk via je vrienden en op de feestjes tegen? Of ben je dat zelf gaan zoeken op het internet of wat dan ook? De eerste keer gebruiken was de eerste paar keren was gewoon van vrienden. Hmm. En ja, toen uiteindelijk haalde ik dat gewoon zelf bij een straatdealer. Ja. 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 Dus, maar je bent er zo wel in aanraking gekomen. Maar met ketamine was het middel waar jij echt zei van, hey, dan heb ik even echt rust in mijn hoofd. Ja. 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 En ja, uiteindelijk, je lichaam raakt er ook aan gewend. De eerste paar keren dat je het gebruikt, nou, dan kan je bijna niet eens lopen. Hmm. En daarna wenkt je lichaam er zo aan dat je er eigenlijk gewoon op kan functioneren. Ja. Tenminste, dat dacht ik. Dat denken wij, ja. Ik dacht dat ik erop kon functioneren. Ja, denken andere mensen heel anders over. Maar ja. Nou ja, weet je, dat is natuurlijk het gekke van al die dingen en al die middelen dat in het begin. En dit is absoluut geen reclame, maar dan werkt het nog voor je voor het grootste gedeelte. En die balans wordt natuurlijk op een gegeven moment heel anders. Hè? Maar dan heb je vooral de voordelen, zeg ik nu even tussen aanhalingstekens, hè. Ja. En nog niet zo heel erg de nadelen. Nee. Maar goed, ketamine en GHB. En gebruik je ook combinaties van die middelen dan? Als ik ketamine en GHB samen gebruikte, dan ging dat niet helemaal lekker. Helemaal niet zelfs. Dan werd ik gewoon niet goed. Moest ik overgeven. Mm. Want je wordt zo draaierig in je hoofd, werd ik dan. Dus dat samen gebruiken niet. Maar daaromheen waren ook nog gewoon heel veel andere middelen. Ja. Medicatie, van alles. Maar echt GHB en ketamine gecombineerd, dat deed ik eigenlijk vrijwel nooit. Je gebruikt dus allerlei dingen door elkaar ook, hè? Ja, op een gegeven moment wel, ja. Ja, ja. Maar dat is volgens mij ook echt iets van deze tijd. En niet alleen deze tijd, maar al jaren. Ik denk na die pandemie, weet je wel, dat alles stil werd gelegd. Dat veel meer is gebeurd. Dat veel mensen allerlei dingen ook gaan gebruiken. Vroeger was het toch vaak... Niet dat het beter is, hoor, koken en alcohol, maar dat zoveel middelen door elkaar. Ja. Het is gewoon één grote mengelmoes op een gegeven moment. Ja, maar daar word je toch ook helemaal lijp in je
ja, in je gevoel of in je hoofd van? Ja, nou, dat gevoel, dat was er op een gegeven moment ook gewoon niet meer dan als je zoveel gebruikte. Mm. Ik ben ook heel veel dingen gewoon kwijt. Allemaal gaten in mijn geheugen, omdat er zoveel middelen in me zaten op dat moment. Wel heftig, hè? Ja. Ja, ja, dat is wel heftig, ja. Ja. En meneer ging, want zoals GHB weet ik, is super verslavend. Hè? Ik heb vroeger heroïne en dat soort ouderwetse middelen gebruikt, zeg maar. Dan denken mensen altijd, Maar volgens mij is GHB veel erger dan heroïne. En het is in ieder geval veel chemischer. En super verslavend ook. Ja. En wanneer ging het bij jou, dat gaat natuurlijk vaak geleidelijk aan, maar zo van, dat kan je niet maar één keer in de week doen of drie keer en dan weer niet. Want dan heb je natuurlijk ontwenningsverschijnselen. Ja, wanneer dat echt heel erg... Ja, wanneer dat echt, zeg maar, echt tot dagelijks gebruik is gekomen. Ja, ik denk dat het echt rond mijn 21ste was, dat ik in die vervelende relatie zat met veel geweld. Dat ik dan een weekend het had gebruikt. En dat ik dan op maandag dacht van, wow, ik moet werken. Ik kon mijn bed niet uit. Dacht ik, nou, neem ik wat om even op te starten. Ja, en als het uitwerkte, dan voelde ik al gelijk trillingen. En je voelt je heel raar. Je voelt je gewoon echt niet goed. Dus dan denk je, nou, dan neem ik nog een beetje. Dan neem ik nog een beetje. En zo ben je een paar weken later, ja, een paar dagen later, ben je gewoon echt gigantisch verslaafd. Ja. Dus ja, ja, dat is heel lastig. Dan zit je er echt in een verslaving. Ja, ja, ja. En had je toen ook echt, zeg maar, door zelf dat je echt dacht van, what the fuck, ik ben echt verslaafd? Ja, ik dacht wel van shit, ik zit nu op een heel, echt op een gevaarlijk, gevaarlijk stuk. Maar niet dat ik minder ging gebruiken daardoor. Ik heb het wel proberen zelf af te bouwen, maar dat is niet gelukt. Mm. En ja, dan blijf je maar gebruiken. Ja, je zei, je zat in een hele ongezonde relatie. Ja. Dus is dat dan ook, als je terugkijkt, dat je vanuit jouw eigen, ja, zeg maar, ongezonde stuk ook een ongezonde jongen dan aantrok? Of was het een jongen die in het begin heel veel leuker was, zich hij heel was leuk voordeed? In het begin heel veel leuker. Ja. Ja, maar wij hebben ook samen veel drugs gebruikt. Mm. Hij gebruikte speed, dus hij werd er heel erg opgefokt van. Okay. En ja, daardoor kon ik ook niet helemaal meer met mijn emoties omgaan en gebruikte ik daardoor veel GHB op dat moment om even te vluchten daarin. En ja, of hij was in het begin heel anders. Ja. Echt heel anders. Ja. Ja. Maar dat soort middelen veranderen je ook, hè? Ja, zeker. En die wordt er niet leuker van. Nee. 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 En nou ja, je bent nu, maar toen was je 21 of zo, zei je, maar je bent nu al 27, dus ja, dan is er nog heel veel met je gebeurt zo. Ben je op een gegeven moment wel hulp gaan zoeken? Dat je, of kreeg je bijvoorbeeld klachten? Ik weet dat sommige, of tenminste de meeste mensen, ook blaasklachten of kunnen krijgen van ketamine, dat soort dingen. Hoe ging dat bij jou? Ja, dat had ik. Ik had redelijk vaak blaasontsteking door de ketamine. Dus ja, gewoon tijdens het plassen, maar ook als ik gewoon zo zat. Echt heel veel pijn. Mm-hmm. Echt heel veel pijn. Dus dan ging ik elke keer naar de huisarts. Zeg ik, wil een kuurtje, want ik heb blaasontsteking. En de ene keer zat er dan wel echt een ontsteking, dus kreeg ik antibiotica en dan duurde het een paar dagen, er werd wat minder. Ja. En de andere keer, ja, dan was het echt uitzitten dat het wat minder werd. En het enige wat toen hielp was minder ketamine gebruiken. Ja, dat begrijp ik. Daar komt het natuurlijk van. Ja, ja, maar ik ging het wel blijven gebruiken om die pijn te onderdrukken. Ja, dus dan kom je in een vicieuze cirkel terecht. Ja. Ja. Ik heb echt begrepen dat mensen echt, nou ja, echt gewoon helse pijnen kunnen krijgen van die ketamine langdurig gebruik. Ja, ik ben echt niet, ik kan echt wel tegen pijn, maar dat is echt verschrikkelijk. Mm. Ik heb op een gegeven moment ook iets uitgeplast. Het was een soort steentje. Dus ik naar de uroloog gegaan, het laten onderzoeken. Nou, het was geen niersteen, maar ik was niet eerlijk over mijn ketaminegebruik. Nee, dat. Toen kreeg ik later een belletje van, ja, het is geen niersteen, maar we weten niet wat het wel is. Toen dacht ik, ja, dat weet ik wel. Dat kan niet anders dan iets van ketamine zijn, wat ik toch heb uitgeplast of zo. Ja. Maar ja, ik was er niet eerlijk over. En toen was het helemaal nog niet zo bekend. Nee. Dat het zoveel met je blaas deed. Dus je ging wel naar de dokter om hulp te vragen, maar niet voor de eigenlijke oorspronkelijke oorzaak, nee, van de problemen. Ik schaamde me. Ja? Ik durfde het echt niet te zeggen. Maar waar schaamde je dan voor? Ja, voor mijn gebruik. Ik had daar nooit over gepraat met iemand, dat dat zoveel was. Dat ik zoveel gebruikte. Dus dat was voor mij echt heel lastig. Ik dacht, ja, als ik dat zeg, dan moet ik dadelijk naar een kliniek van de dokter of wat dan ook. Kwam allemaal ideeën dat ik dacht van, ja,
durf gewoon niet te zeggen. En dat ook idee van de kliniek, had je zoiets van dat gaf angst of dat wil je niet? Nee, dat wou ik niet. Ook voor mijn omgeving. Dat ik dacht van ja, dan schaam ik me. Want dan denken mensen dat het niet goed gaat. Ik moet laten zien dat het wel goed gaat. Ja. En dan ben ik mijn baan kwijt. Dat soort dingen gingen echt wel door mijn hoofd heen. Ja. Gek is dat toch, hè? Hoe dat zo... Want zoals bij jou werkt het bij iedereen. Ja. Of bijna iedereen. Hè, dat schaamte en maar niet zeggen. En dan, ik ken dat ook, want dan ga je wel naar een dokter. Maar dan vertel je een half verhaal. Mm-hmm. Ik wil eigenlijk een soort van de symptomen af, maar niet van de oorzaak. Ja. Ja, en het was voor mij ook wel heel lastig. Want ik zat in die tijd, zat ik dan in die relatie. En dat was voor mij ook echt wel een gevecht. Want er gebeurde heel veel. Ja. Maar ik hield ook van hem. Dus ik wou ook niet bij hem weg. En daardoor naar een kliniek, we hadden een huisje. Er ging zoveel door mijn hoofd heen. Dat ik dacht van ja, ik wil daar gewoon niet eerlijk over zijn. Over mijn ketaminegebruik. Ja, begrijp ik. Nou ja, zo gaat het altijd. Je komt toch in een soort... Dat merken we nooit. Je komt toch in een soort... fuik terecht van die verslaving en allerlei dingen. En dan nou ja, met iemand die ook gebruikt, dat helpt natuurlijk niet. Maar ja, je houdt ook van iemand, wat het weer ingewikkeld maakt. Ja. En wanneer is het bij jou... Nee, op een gegeven moment ben je wel hulp gaan zoeken, denk ik. Wanneer is dat moment gekomen dat je echt zegt van... Ik heb echt een verslavingsprobleem, middelenprobleem? Ja, dat is nu op de dag na 2 jaar geleden... Toen was ik net een week weg bij mijn ex. Ja. Durfde ik weg te gaan. En toen wou ik de sleutel van ons huis naar hem toe brengen. Mm-hmm. Toen ben ik in de auto gestapt met veel GHB op. En toen ben ik, gelukkig stond de brug open. Ben ik bij het stoplicht voor de open brug ben ik oud gegaan achter het stuur. Ja, dus toeters en bellen erbij, ambulance... Politie, nou was ik meegenomen door de politie en toen zat ik in dat celletje en toen voelde ik me zo naar. Mm-hmm. Ik had geen GHB wat ik kon nemen, heel erg afkikverschijnselen en ik dacht, wow, dit had zoveel anders kunnen aflopen. Ja. Heftig hè, als je het zo vertelt. Ja. Wow, ja. Ja, dat was heel erg heftig. En toen werden mijn ouders ook gebeld. Nou ja, ik vroeg van, kunnen jullie mijn ouders bellen en uitleggen dat ik gewoon echt een probleem heb. Ja. Met de GHB. Maar dan zijn we al 10 jaar verder vanaf het moment. En dan ben je 25. Als ik goed heb uitgerekend. Ja. En je begon op je 15e ergens. Dan zijn we al 10 jaar verder in de tijd. Waar al die dingen dan steeds meer en meer en meer worden. En GHB is ook een middel. Ik heb het zelf 1 keer gebruikt. Ik vond er niks aan. Maar dat is ook bijzonder. Maar ik gebruik heel veel andere dingen. Maar dat het ene moment beter en het andere moment ben je gewoon weg. Hè? Ja. Dat voel je ook niet aankomen. Dus je valt gewoon weg. Het is echt een druppeltje te veel. En het is inderdaad gewoon dat je oud gaat. Ja. Ja. En hoe reageerden je ouders toen ze door de politie dan geïnformeerd werden? Die schrokken zich kapot. Die hadden net al die klap gekregen van wat er bij mij en mijn ex... gaande was thuis met het geweld. En die hoorde daarna dat hun dochter GHB-verslaafd was. En die wisten ook echt wel wat zo'n GHB-verslaving inhield. Mm. Dus die waren echt ontzettend geschrokken. En die zeiden ook gelijk toen ze me ophaalden bij de politie... van we gaan hulp zoeken. Ja. We gaan de detox bellen. We gaan de breider in dit geval bellen. En toen zei ik ook, ja, doe het alsjeblieft. Want ik kon gewoon echt niet meer. Nee. Nee. En dan moet je gaan ontwennen, dus gaan afkicken. Ja. Ja, en dat was ook nog een heel ding, want ik moest 2 maanden wachten. Want je hebt een aantal GHB-kamers, want er moet de camera in de kamer zijn... zodat ze kunnen zien of je goed gedoseerd bent op hun medicinale GHB. En ze moeten je gewoon veel in de gaten houden. Dus er stond een hele lange wachtlijst. En ik moest 2 maanden, dan bij mijn ouders moest ik overbruggen. Oh. En in die 2 maanden moest mijn moeder me elke 2 uur GHB geven. Wauw, dat is wel heftig. Dat is verschrikkelijk. Ja. Ja, en dan was de GHB bijna op. En dan zag ik gewoon mijn ouders stressen van... ja, we moeten GHB halen. Echt. Dat was echt zo raar. Ja, dan zit je wel echt in een hele foute film met z'n allen. Ja. Jeetje, wat een stress voor je moeder zal dat ook geweest zijn. Dan moest je natuurlijk dan illegaal ergens vandaan halen, toch? Ja, en dan ging ik met mijn vader, reden we dan naar Leiden in het geval. Ging ik weer GHB halen. Mm. Maar ja, dan was ik ook iemand die... had het gehaald en dan onderweg even stiekem een beetje voor mezelf. En dan ging het ook gewoon heel vaak nog fout bij mijn ouders thuis. Die hebben echt verschrikkelijke dingen gezien met mij. Jeetje. Ja. En dan dacht ik dat ik heftige dingen had beleefd. En dat is ook zo. Maar dit is ook
Ja, maar dit is wel de zoals die GHB en die ketamine, dat is echt wel wat. En was het dan, werd GHB dan jouw hoofdmiddel, zeg maar? Op een gegeven moment wel, ja. Want ik kon op een gegeven moment niet zonder. Nee, dat was echt gewoon echt een manier van leven ook geworden. Als ik wegging, moest ik denken van, oké, hoe ga ik het meenemen? Hoe zorg ik dat ik niet te veel neem? Ik nam bijna altijd te veel, want ik ging gewoon heel snel. Veel mensen die GHB gebruikten, zetten dan een wekker. Nou ja, dat kan ik nu gebruiken, want nu is mijn vorige dosis een beetje uitgewerkt. En ik ging altijd, dacht ik, een beetje op gevoel. Ja. En dan ging ik gewoon vaak op verkeerde plekken, op rare plekken ook, oud. Ik moest constant denken van, hoe ga ik het meenemen? Dan deed ik het in lenzendoosjes of zo. En dat is gewoon echt, alleen mijn leven draaide eigenlijk alleen nog maar om die GHB. Ja. Ja, en dat je dan te veel neemt, ja, dat is verslaving. Hè? Dat zou ik ook doen. Ja. Dat je te veel neemt, dat is nou juist het probleem. Maar GHB moet je natuurlijk überhaupt niet nemen, nooit. Maar goed, ja, jeetje. En toen ben je dan in zo'n ontwennings- en detox-faciliteit gekomen. En hoe was dat om ervan af te kicken? Ja, dat was heel naar. Elke 2 uur krijg je dan je gift, noemen ze dat. Ja. En ja, dat is heel naar. Dat krijg je ook 's nachts. Dus het moment dat je het krijgt, een kwartiertje later begint het een beetje te werken. Mm. Je krijgt helemaal niet het euforische gevoel van dat je van echte GHB krijgt. Onderdrukt de ergste afkikverschijnselen. Dus ja, elke 2 uur krijg je het, ook 's nachts. Dus op een gegeven moment is de vermoeidheid ook, ja, dat speelt gewoon ook een hele grote rol. Want het moment dat je het krijgt, dan val je daarna een beetje in slaap. En daarna, ja, dan word je weer wakker gemaakt voor je volgende gift. Ja. En gewoon echt, ja, het is niet echt uit te leggen eigenlijk hoe je je voelt. Maar ja, gewoon geen mens meer. Nee. Nee, ik heb afgekikt van heroïne. Dat is ook geen grapje. Nee. Dan heb je de methadon. Dat is eigenlijk ook zo'n soort vervanging. Maar dat werkt veel langer dan 2 uur. Maar heb je dan die ontwenningsverschijnselen zijn, ja, wat voelde je dan? Dat ken ik niet, als van GHB. Ja, gelijk trillen. Dat was altijd wel. En dat heb ik er ook wel een beetje aan overgehouden. En ik kon niet meer praten. Je voelde, ja, je was gewoon helemaal leeg van binnen. Mm. Praten was lastig. Koude rillingen. Ja. Spierpijn en dat soort dingen. Spierpijn, ja. Echt ontwenningsverschijnselen. Ja. Ja, dat is een grapje. Maar toen is het toch nog niet gelijk goed gekomen met je. Nee. Toen ben ik daarna 8 weken in een kliniek in Den Haag geweest. 12-stappen kliniek. Mm-hmm. Hele goede kliniek. Maar daarna ben ik gelijk naar een safe house gegaan. Gelijk daaruit. En toen zat ik daar 3 weken. Toen ben ik teruggevallen. Met de GHB en daar is gewoon zero tolerance. Dus het is gewoon gelijk eruit. Maar hoe, want dat vind ik gewoon, ik ben zelf een miljoen keer teruggevallen voordat ik echt clean werd. Maar hoe, je hebt dan echt een goede kliniek, zeg je. Een 12-stappen kliniek. Kende jij überhaupt die 12-stappen en die lotgenoten en de fellows en dat soort dingen? Niet echt. Nou, hoe kwam dat bij jou binnen? Dat er is en vond je dat helpend? Vond je het lastig? Ik vond het wel lastig eigenlijk. Want je hebt natuurlijk heel erg het God en zo. En daar trapte ik nog heel erg tegen aan. Ik denk, daar wil ik helemaal niks mee te maken hebben. Mm-hmm. Maar ik vond het ook wel weer fijn om te zien dat er zoveel mensen ook op de meetings waren die er echt heel veel baat bij hebben. Ja. Dus ja, het was voor mij, op het begin was het ook nog een soort van dat ik dacht van, nou, ik zit hier 8 weken even. Precies. Daarna gaat het goed. En toen kwam ik erachter van, nou ja, hierna moet nog een safe house komen. Ja. En daar ging ik ook nog naar meetings. Maar ja, je had je nog niet helemaal er aan overgegeven, zo klinkt het. Nee, mijn stap 1 die zo van, ik ben echt machteloos en ik kan het nooit meer gebruiken. Dat was nog niet helemaal. Nee, ik dacht even, kan hierna nog wel gaan gebruiken. Maar En wat dan? Je zegt een terugval. Iemand anders noemt eigenlijk een terugkeer. Want na een tijd is het natuurlijk ook een keuze dat we dan kiezen om iets te gebruiken. Ja. En zo'n dag dat je dan toch denkt, nou, zeg maar fuck it of weet ik veel. Wat voelde je slecht of had je het is gewoon zin om te gebruiken? Wat is nou dan de aanleiding om dan toch weer dat te pakken? Ja, ik had sowieso zin om te gebruiken en ook wel wat spanning. Want ik had een paar dagen daarna had ik rechtszaak. Dus er was sowieso gewoon de zin om te gebruiken. En dat ik dacht van, ja, het kan toch wel een keertje. En spanning en gewoon het denken dat ik het wel af en toe kan gebruiken. Ja. En dat ik er mee weg zou kunnen komen om te gaan gebruiken. Ja,
Nou, dat werkte dus niet. Nee. Maar dat hebben, weet je, en dat is, daar ben je gewoon zo niet uniek in de, nee. Want dat denken alle mensen met de verslaving van, ja. Nou, ik ben nu zoveel maanden of jaren, nou moet het wel, nu heb ik het wel in de hand. Of nou weet ik wel wat ik doe, of een klein beetje moet kunnen. Nou goed, toen ben je dus teruggevallen en ja, dan gaat het hard, denk ik, met GHB. Ja, dat was gelijk weer gewoon volop in gebruik. En daarna, ik kon wel naar mijn ouders, maar dat ging gewoon niet. Nee, ik begrijp het. Dus weer detox in, detox uit, detox in. En toen, hoe vaak ben je in detox geweest? Afgelopen 2 jaar, ik denk 7 keer. Ja. Dat is toch veel. Ja. Ja, en daarna ben ik nog een andere kliniek ingegaan in Den Haag voor 4 maanden. Hmm. En bij 4 maanden wel onterecht eruit gestuurd. En dat vond ik ook wel heel erg lastig. Maar ja, dan ging ik dat weer gebruiken. Dacht ik, oh, ik ben zo zielig, want ik ben eruit gestuurd. Nou, dat ga ik gewoon weer gebruiken. Hmm. Toen ging het ook niet goed. Nee. Nee. En toen heb ik ook een auto-ongeluk gehad onder invloed. Ook echt een eye-opener. Want je ging gewoon achter het stuur zitten met GHB. Toen had ik wel andere middelen op. Oké. Met dat ongeluk. Ja. Dat was ook echt een bizar iets. Dat was op een maandagochtend om 7:30. Was het een botsing met iemand die ook onder invloed was. God, ja. Lekker verhaal. Ja, weet je, als ik jou dan ook zo hier zit, ik vind het echt heel moedig dat je dit allemaal vertelt. Hè. Dat meen ik echt. En het raakt me ook omdat ik die worsteling zo goed ken. En weet je, je bent zo jong en dan toch al zoveel heftige dingen meegemaakt. Maar goed, zoals je nu vandaag hier zit, gaat het al wat beter, toch? Zeker. Ja, ja ik ben echt weer mezelf. Aan het worden. Ja. Ik ben er echt nog lang niet. Ik ben wel 4 maanden clean, maar dat zijn maar dagen. En ik merk gewoon dat ik gewoon mijn gedrag, dat daar ook zoveel dingen aan veranderd moet worden. En daar ben ik nu wel echt heel hard mee bezig. Ik zit nu dan ook in een kliniek. Ik zit daar nu 3,5 maand. Mm. Ik moet nog 3,5, dus in totaal 7 maanden. Maar ik merk echt dat ik mezelf weer een beetje terug krijg. Ja. Ja, mijn leven is eigenlijk nu pas een beetje aan het begin, omdat ik eigenlijk heel veel heb gemist en nooit echt bij mezelf ben geweest. Mm. Mijn gevoelens en emoties. En ik merk dat ik dat langzaamaan terugkrijg en dat is heel lastig. Ja, maar heel fijn. Ja, dus maar wat is er dan lastig aan, zeg maar, jezelf zijn en je gevoelens terugkrijgen? Wat vind jij er lastig aan? Ja, de gevoelens gewoon dat ik af en toe denk van, oh, ik voel me nu echt naar, maar ik wil me niet naar voelen. Mm. Maar ja, dat is gewoon. Het hoort bij het leven. Je kan niet altijd maar vrolijk zijn en dingen stoppen. Dus ja, dat is gewoon af en toe wel lastig. Ja. Of dat je jezelf tegenkomt dat je denkt van, oh ja, ik maak nog gewoon wel stomme keuzes of fouten. Ja. Maar ik zie ook steeds meer kleine dingetjes wat me gewoon heel blij maakt. Mm-hmm. En dat was ik gewoon compleet kwijt. Wat maak je blij? Wat voor dingen maak je nu blij? De natuur. Heel erg. Ik vind het heerlijk om in de natuur te lopen. Waar ik nu zit in de kliniek, dat is op de Veluwe. Dus dat vind ik echt heerlijk. En gewoon met gezonde mensen zijn, met mijn ouders zijn, met mijn vriendinnen zijn. Ja, dat vond ik eerst nog heel lastig. Dan zag ik dat als een soort van moedje. Dat ik dacht van, oh ja, ik moet wel ouders en familie en vrienden nog een beetje zien. Dus spreek maar met ze af omdat het hoort. Mm. En nu heb ik gewoon echt zin in en echt plezier. Ja. En je hebt je hondje natuurlijk. En mijn hondje. Ja. Daar ben ik echt het aller. Ik kan echt niet meer zonder hem. Nee, nou, dat hoeft ook niet. Nee. Maar het gaat natuurlijk toch weer om toch die verbinding. Hè? Maar jij komt wel op mij inderdaad over als iemand die dan misschien toch te veel zelf probeert, alleen uitzoekt. Ja. En dat werkt nou juist niet, Joy, als je een verslaving hebt. Nee. Nee, en zijn. Heel vaak zeggen mensen ook, je kan me altijd bellen. En ik zeg, ja, maar ik doe het toch niet. Ik vind, En waarom dan niet? Wat is dan, waarom is dat toch zo moeilijk voor ons? Ik zeg tegen jou, ik praat ook tegen mezelf, om toch die stap te nemen om iemand te bellen. Ik voel me rot, ik heb last van dit of dat. Ik ben altijd bang dat ik een ander tot last ben of zo. Zoiets. Dan denk ik, ja, dan kom ik aan met mijn gedoe en
mijn struggles. Denk, ja, misschien zit diegene wel helemaal niet lekker in zijn vel. En ik ben ook best wel een pleaser van mezelf. Dus ja, ik vind het lastig om daarin mezelf... Nou ja, eigenlijk jezelf naar voren te schuiven. Ja, dat vind ik heel lastig. Ja. Maar stukje bij beetje komt dat nu ook wel. Ja. Maar dat blijft echt wel een ding. Ja. Nou ja, ik herken alles van wat je zegt. En ook dat eigenwijze toch op je eigen manier dingen blijven proberen. Ja. Maar het is, weet je, daarom hebben de 12-stap-programma, los van dat er onderdelen zijn waarvan je denkt, ja, daar heb ik niet zoveel mee of wel, heeft mij waanzinnig geholpen. Toch die meetings. Ik ben jarenlang gewoon naar al die meetings gegaan. En niet elke dag, maar 3-4 keer in de week. Om ook gewoon te luisteren, te verbinden, maar ook steeds weer te horen van, want mijn hoofd draait automatisch de verkeerde kant op. Ja. En ik moet hem steeds weer de goede kant op draaien. Ja. Want ja, weet je, ik weet gewoon, als ik er niks aan doe, dan ga ik op een gegeven moment ook denken, ik heb dat nu niet meer, maar dat had ik wel. Van, nou ja, misschien moet één jointje of iets moet toch wel een keer weer kunnen. Want dan heb ik weer een leuke avond. Nee, inderdaad. Dat heb ik ook wel heel erg met de meetings. Dat je, als mensen een uitglijder hebben, is natuurlijk heel naar. Maar voor fellows en fella's is dat natuurlijk ook dat je even met je neus op de feiten wordt gedrukt. Van, het kan niet gewoon één keertje. Nee. En ook andere mensen hun verhaal hoort, positieve en negatieve dingen. Ik heb daar ook wel heel erg veel aan. Ja. En ook andere mooie dingen met de meetings. Heb je al wel eens feestjes. Leuke dingen doen, allemaal clean en nuchter. Ja, dat is echt geweldig. Ja, ja. Ja. Dus de ja, je hebt de conventies, maar je hebt ook gewoon uitjes, hè? Barbecues en dingen. En, ja, vorig jaar oktober ben ik naar een NA Foute Party geweest. En toen stond ik daar en toen was iedereen verkleed. Het was ontzettend leuk. En toen dacht ik, wauw, nuchter is het ook gewoon leuk. Ja, ja. Ja. Ja, en ik zal even uitleggen voor de mensen die het allemaal... De NA is de Narcotics Anonymous. Dat is een groep vrouwen en mannen, jongens en, nou ja, jonge mensen ook en oudere mensen. Die allemaal drugsvrij zijn en herstel van de verslaving. Maar wel ook leuke dingen natuurlijk willen doen. Ja, want het leven moet juist leuk zijn, hè, in herstel ook. Zeker, ja. Dus de NA Foute Party met foute muziek en foute kleding. Ja, ja. Ja, nou ja, wat goed. En ben je eerder 4 maanden clean geweest, zoals nu? Of voel je dat... Nee? Nee, dit is zeg maar wel mijn... Hoe zeg ik dat? Persoonlijke record. Ja, nou ja, dat is toch top. Ja. Ja. En heb je ook nou dat je voelt van... Ik heb daar wat weer vertrouwen in mezelf. Dat ik dat gewoon aanga. Gewoon zoals het is, het leven. En hoe jij je daarin voelt. Ja, dat heb ik zeker. Ja. Ja, ik weet niet helemaal hoe ik dat moet uitleggen, maar... Ook gewoon omdat ik steeds meer bij mezelf weer kom. Ik ben best wel creatief ook van mezelf. Dus nu ben ik ook heel veel creatieve dingen aan het doen. En heb ik daar echt weer plezier in. Dan denk ik, oh ja, dit is gewoon de echte joy. Ja. Die ik zo lang kwijt ben geraakt. Ja, precies dat. Ja. Ja. En dat is eigenlijk ook herstel. Hè? Ik dacht er gisteren nog over. Nou, als je iets herstelt, als je bijvoorbeeld een gebouw herstelt, dan breng je hem terug in de originele staat, toch? Van wat het ooit was. Nou, dat is eigenlijk herstel. Ja. He, dat je dan in jouw geval de joy weer wordt die je echt bent. Ja. Ja, dat is heerlijk. Ik word wakker en ik denk, oh ja, weer een lekkere dag. En normaal was het, ik werd wakker, waar is mijn middel? Ja. Hoe ga ik weer opstarten? En nu word ik wakker natuurlijk. Het is niet altijd even makkelijk om je bed uit te stappen. Nee, maar ik denk wel van, we hebben weer lekker een nieuwe... Fijne dag. Ja, ja, en we hebben nu gewone problemen. We hebben gewoon wel zo'n rotdag en we hebben wel zo'n moeilijke dag. Ja. Maar dat is toch heel iets anders dat je denkt, hoe kom ik aan geld? En dat is echt de hel van verslaving. Ja. Als je daar zo op die manier in zit. Ja, inderdaad. Ja. 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 Ja, je doet de gekste dingen voor je middel. Ja, dat weet ik. Ja. Daar word je niet blij van. Nee. En bezoek jij nu ook meetings? Of hoe blijf jij nou gewoon nu, deze week en volgende week en de week daarna, clean voor jouzelf nu? Nou, ik zit dan nu in de kliniek van het Leger des Heils in Apeldoorn. En daar hebben we gewoon 50% van de dag dan werken we en 50% hebben we sessies. En ik moet zeggen dat... Ook groepsessies? Ja, ook groepsessies en individueel en EMDR... Okay. En dus dat is ook best wel pittig af en toe. Ik moet zeggen, ik ben de laatste tijd een beetje de meetings daarin kwijtgeraakt. Maar afgelopen week ben ik dan wel weer gegaan en denk ik, ja, dit heb ik echt wel heel erg gemist. Ja. Blijf nou gaan, Joy. Ja. Ik ben al een beetje een veteraan. Ik heb er echt 30 jaar over gedaan. Hè. Het wonder dat ik nog leef om daar te komen. Ja.
Maar ook al, weet je, het is niet, je moet ook niet denken of ik er zin in heb, of, maar het is gewoon, je hebt het nodig, zeg maar. Zeker. Gewoon, en dat geloof ik echt. Ja, ik ben er nog nooit rotter weggegaan dan dat ik erheen ging. Precies. Het is echt zo, dat ik haal er ook echt wel mijn energie uit. En dat heb ik nu de afgelopen weken dan wel weer gezien, dat ik bij de meetings was, dat ik dacht van ja, dit is gewoon wel nodig. Ja. Ja, weet je, en 4 maanden is fantastisch, maar is ook gewoon heel kort gewoon. Ja. En het is heel knap, hè? Want GHB is echt, en ketamine en alle andere dingen die je hebt gebruikt, zijn echte serieuze zware middelen. Maar ja, je moet dat echt heel erg blijven onderhouden, dat herstel. Ja, zeker. En daar gaat het nog wel eens mis. Ja. Ja. En je ouders, hoe kijken die nu naar jou en hoe hebben zij deze afgelopen 4 maanden ervaren? Ja, die hebben mij ook wel echt zien groeien met dingen. En ik ben nu een paar dagen bij mijn ouders. Mm-hmm. En mijn moeder zei laatst dat ze het zo gezellig vond dat ik bij haar was en bij mijn vader. Ja. En, ja, mijn ouders zijn echt trots en die zeggen ook van we zien eindelijk weer een beetje onze dochter terug. Ja, ja, daar ben ik echt heel blij mee. Ja, ja, natuurlijk, het is nog heel spannend ook als ik bij mijn ouders ben. Dat vinden mijn ouders ook gewoon echt wel heel erg eng. Ja. Maar ik voel dat ze me steeds wat meer vertrouwen en me echt weer gewoon mezelf zien worden. En dat doet me echt heel goed en dat geeft me echt heel veel kracht. Mm, mooi. En, en praten jullie dan over, zeg maar, nou ja, vroeger, zo lang is niet geleden, maar praten jullie dan over dingen of praten jullie daar niet over? Jawel, we praten er wel over. No. Ja, en dat vond ik op het begin heel lastig. Ja, begrijp ik. En nu, ik praat er heel veel over, ook in de kliniek en met vrienden, dus het gaat ook wel heel erg natuurlijk. En het is niet meer een geheim. Mm. En er zit ergens diep van binnen echt nog wel schaamte. En dat ik denk van, oh, ik heb mijn ouders zoveel aangedaan. Maar we kunnen er goed over praten. Ja. Maar ja, dat begrijp ik. En niet alleen je ouders, jezelf en natuurlijk ook andere mensen. Maar weet je, maar je bent nu hier en dat is het enige wat mij geholpen heeft. Want ik heb nog veel langer. En hoe langer je natuurlijk in de verslaving zit, hoe meer schade er ontstaat. Ja. Hey, ik heb zoveel dingen gedaan voor je denkt, ja, dat kan gewoon echt niet. Maar ik heb het wel gedaan. Ja. Maar het enige wat ik me dan voorhoud of vast, maar ik doe het nu niet meer. Ik doe het nu anders, weet je. En er is alleen maar nu. Maar dat geldt voor jou ook. Je doet het nu anders en jij bent nog 27, dus. Ja. Ja. Ik heb nog... Daar gaan we wel vanuit. Ja. Ja, nee, natuurlijk. Dus dat is heel, heel erg mooi. Ja. En ik hoop en ik gun je ook wel echt dat je die meetings blijft. Doe het gewoon echt. Neem het van mij aan. Ja. Blijf dat doen en blijf heel goed voor jezelf zorgen. Ja. En Joy, ik wil je bedanken voor je gesprek. Is er nog iets wat jij wil zeggen? Dat je zegt tegen mensen die kijken of luisteren van, die dit herkennen? Ja, ik vind het wel heel belangrijk om te zeggen dat, hoe moeilijk het ook is, maar mensen moeten echt over schaamte heen stappen. Want als je heel lang in die schaamte blijft zitten, net als ik dan in het begin dat ik niks zeg tegen de dokter, het wordt alleen maar erger. Ja. En dingen die zijn gebeurd, keuzes die je hebt gemaakt, dingen die je overkomen zijn, het is gebeurd. En het enige wat je dan kan doen is alleen maar omhoog krabbelen. Mm-hmm. Want op een gegeven moment werkt het gewoon allemaal niet meer. Dus ja, dat taboe moet gewoon echt een beetje doorbroken worden. En mensen hoeven zich niet te schamen voor wat er is gebeurd. Nee, en vraag hulp en ga er niet omheen draaien. Dat hoor ik eigenlijk ook zeggen. Ja. 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 Ja, hoe lastig het ook is om die stap te zetten. Ja, maar het is nog veel lastiger als je het niet doet. Ja. 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 Dan, je verlegt het probleem alleen maar. Ja. Dus, ja. 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 Nou, Joy, dank je wel voor je gesprek en voor het komen hier. En, ga ik me even naar de mensen richten die allemaal gekeken of geluisterd hebben. Dankjewel voor het volgen van deze podcast. En ik hoop dat jullie het verhaal van Joy ook meenemen als voorbeeld van, er zijn zoveel jonge mensen die nu allerlei drugs gebruiken en denken, oh, maar dat gebeurt mij niet. En weet je, welke middelen ook het zijn, het loopt nooit goed af. En je krijgt er geen beter leven van, dus zoek hulp. 12-stappenprogramma. Ik zal ook nog een link plaatsen. Die staat ook op mijn website en alles. Je kan het zo googlen. En ga echt hulp vragen. En ook wat Joy zegt, hè, draai er niet omheen. Maar ga het niet uitstellen. Ga er wat mee doen. Dus nou, en ik hoop jullie weer te zien bij een volgende aflevering van deze podcast. Dankjewel en dankjewel, Joy. Jij bedankt. Graag gedaan. Dankjewel.